We hebben het helemaal verbaald. Het is stom geworden. Hallo, goedemorgen vanuit Ibiza weer. Oh, wat is het hier lekker. Het is vandaag dinsdag. Gelukkig, nog een aantal dagen voor me. We zijn hier een weekje, dus ja, we gaan zondagochtend weg. Dus we hebben nog even lekker. Gisteravond was echt hartstikke gezellig. Ik ben Nervo, gelukkig maar 2 uurtjes, want echt veel langer had ik het denk ik niet volgehouden. De rest slaapt nog. En ik ben lekker daarom muziek hierop aan het luisteren. Het is echt zo lekker wakker worden hier, joh. Niet normaal. Je hoort helemaal niks. Ja, ik nu, mijn muziek. En ik ben een papje aan het maken. Dus, maar binnen moet ik even stil zijn. Vlieg erop. Oh. Ga weg, ga weg. Die mes. Ze hebben zo'n soort stofzuigertje, die beesten. Zo, we zijn weer op de hakkie-takkie weg. Onderweg naar een strandje. En we gaan vandaag naar ons favoriete strandje. Waar we elk jaar weer gaan zitten. Calatarida. Calatarida, ja. En daar heb ik ooit, eerste jaar dat ik hier was, heb ik een restaurantje ontdekt en daar zit je echt zo leuk. En de grote grap is, je hebt natuurlijk heel veel van zulke soort tentjes in Ibiza, maar die zijn allemaal super high class en duur, en dit is gewoon een heel relatief goedkoop restaurantje. Super gezellig. Dus, best romantisch. Ja. En hij staat niet op de kaart. We hebben net nog even gekeken hoe die nou precies heet, maar hij staat niet op de kaart. Iedereen vraagt ook altijd aan mij, Disney, hoe heet dat, waar je zit, ik wil het weten. Dus ik ga het zo eventjes laten zien hoe het heet. Verlaten flat. Freaky. Spookflat. Yes, we zijn er. Oh. Tada. Wow. Ta-ta-ta-ta. Oké. Verbaald, het is stom geworden. Het is high class geworden. Nee, dit is echt veel minder leuk dan dat het was, sorry. Nee. Zo jammer dit, hè? Heel jammer. Onder de eigenaar. En die wil zijn eigen publiek aantrekken. Ja, belachelijk. Ja, jammer. We gaan wel weer een nieuw favoriet restaurantje zoeken. Oké, dit is echt heel erg grappig. Wij realiseren ons net dat dit dus de club is van Jolante en Wesley. Oeps. Sorry, ik ken jullie niet persoonlijk, maar wat hebben jullie deze tent verpest?
Wat heb ik hier een zin in. Dit is zo lekker. Waar is mijn biertje? Oh, sorry. Saluut. Ah, kijk. Oh. Opnieuw. Saluut. Oeh, een lekker bocadillootje. Bocadillo de tortilla. Alweer ei. Geen vegan meer. Maar dat doen we gewoon nog even niet aan. Vanaf nu gaan we het weer een beetje inperken. Zo, we hebben een lekker plekje gevonden. Naast de flamingo. Hier. Heel gezellig. Flamingootje erbij. Eindelijk even een lekker zonnetje. En werken tegelijk. Oh ja, dat is werk. Bart zit altijd op de telefoon. Mochten jullie afvragen wat hij altijd doet daarop? Werk. Niet de grote media. Zegt hij. Ik vind dat je spelletje. Daan, dat is werk. Uh-huh. Afspraak niet te plannen met de kandidaat. Oeh, het water komt wel heel dichtbij ons. Zo, volgens mij heb ik deze app al eens eerder laten zien. Maar dat is super handig wanneer je dus in een ander land bent en je wilt weten waar je kunt eten. Happy Cow. Vooral wanneer je veganistisch of vegetarisch eet. Dan kun je dus kiezen veganistisch, vegetarisch, vegi-opties. Dus ik ga nu even kijken wat hier in de buurt is. Vegetarisch. Vegan Ibiza. Sant Antonio, dat vind ik zelf niet zo leuk. Handig, hè? We zijn op de rotsje, weet ik. En we gaan even naar de steiger om een foto te maken. Chelsea? De food. Lekker pizzaatje vandaag. Anders begin jij. Deze is van ons, hè? Dit is de erotische salade. Anders begin jij erop. Altijd aan het werk. Is het foto? Nee. Oeps. Salade. Oh, die ziet er toch ook al wel lekker uit. Ja. Dat is meatballs. Yes. Tapas. Oh, dat zijn flinke porties. Dank je. En dat is de goat cheese sauce. Gracias. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Dit tentje is inderdaad het nieuwe favoriete tentje op Calaterida, want het was echt lekker, betaalbaar en je zit gewoon aan het strand. Wow. Je kan hier ook heel mooi de zonsondergang bekijken, maar wij zaten net om het hoekje, dus wij konden het net niet zien. Maar wanneer je iets meer aan die kant gaat zitten, dan heb je gewoon uitzicht op de zonsondergang. En je hoeft het niet eens te reserveren, want dat hadden we ook niet gedaan vandaag. Dus heerlijk hier. Heb je muziekje erbij? Dit is het heerlijke. Vet mooi uitzicht. Dit is het heerlijke Ibiza-leventje. En heerlijk eten. We zitten vol. We hebben genoeg gehad. Ja. Kijk, het uitzicht is gehad. Kijk hier. Niet normaal, hè? Zo gerust. Ah, oké, dit ziet er wel netjes uit. Wel clean. Wel. Hoezo? Die laatste strip heeft Daan ook in zijn huis. Maar wij zien het er ook niet clean uit. Hier, kijk dan. Het is een veilig hier. Ik weet het. Oeh, misschien mogen we niet vloggen binnen. Ik sta.
We gaan de trap erop naar boven. Dit is een best lange. Hé Bart? Best lange trap. We are almost home op dit spooky weggetje. Zie, op die camera ziet het er helemaal Blair Witch Project-achtig uit. Ja, we zeiden net al, moet je kijken, een volle maan. En dan over dit weggetje. Ik ben heel blij dat ik naast Bart zit. Want elk moment kan er zo'n vrouw op de weg verschijnen met zwart haar. En een witte jurk aan. En lijkt bleek. Je weet wel, zo'n figuur. Zo uit de ring of zo. Uit de ring. Kruipend haar. Nou, ik maak een grapje, maar ik zou je echt niet alleen willen rijden. Zo. Ja, heerlijk. Nou, we gaan even lekker naar binnen. Wat gaan we doen? Even lekker niks. Misschien even Narcos kijken. En lekker op tijd slapen. Morgen gaan we naar de hippiemarkt. En naar een heel leuk lunchtentje. Dat gaan jullie morgen allemaal zien. En in de avond gaan we naar... Gaan we nog één avondje uit. Dat wordt superleuk. Yep. Dus, tot morgen. En niet vergeten te abonneren. Dat is gratis. En dat is gratis. Doei! Later!